Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is week 10 van mijn zwangerschap. En deze week staat een beetje gevuld met het vertellen aan mensen dat we zwanger zijn. Dus dat lijkt me een erg leuke vlog gaat dit worden, denk ik. Of niet, dat ligt natuurlijk hoe mensen reageren. We zijn weer terug van vakantie. Het hele huis was opgeruimd door mijn moeder en mijn schoonmoeder. Mijn vader en mijn schoonvader. Dus dat was echt super chill. We kwamen thuis in een opgeruimd huis. Dus dan kun je gewoon het wasjes draaien van de vakantie. En lekker op de bank ploffen. Dus dan voelt het vakantiegevoel gaat dan nog iets langer door. Dus dat is mega chill. En we gaan ook een beetje klussen aan de babykamer al deze week. Dus dat ga ik jullie ook laten zien. Volgens mij was vorige week een beetje gek. Want ik heb gevlogd op vakantie en voor deze serie. De week 9. En volgens mij heb ik voor week 9 niet een hele lange vlog gemaakt. Maar dat is helemaal niet erg. Gaan we deze week gewoon inhalen. Laten we beginnen. Het is vandaag 15 augustus, zondag. We hebben vanmiddag barbecue voor mijn familie. En dan gaan we... Het is voor mijn oma, want die is jarig. Die is gisteren jarig geweest. Vandaag hebben we dus barbecue met de hele familie. Mooie gelegenheid om het meteen tegen de hele familie te vertellen. Dus dat ga ik vandaag doen. Dit is het cadeautje dat ik in ga pakken voor mijn oma. En ik ga daar nog een kaartje bij doen. En waar ik de echo dan in doe. En dan kijken of mijn oma het door heeft. Ik denk het wel als de echo erbij zit. En Flint trekt ook zijn jasje aan. Zijn shirtje aan. Wat we een tijdje geleden ook aan hadden getrokken bij Flint. Dus dat is wel schattig. En voor die tijd ga ik lunchen met een vriendinnetje van vroeger. Ja, dat is nog steeds een vriendin van me. En daar ga ik het ook tegen vertellen. Dus ik weet niet of ik haar reactie ga filmen. Dat van mijn familie gaat mijn schoonzus filmen. Dus dat is wel leuk. Dat komt in de vlog. Ik heb hier een kaartje voor mijn oma. Wat ik ga geven. Zout van bloemetjes. Dus dat kaartje had ik gekocht. En... Er staat dan op gefeliciteerd met je verjaardag. En met weer een uitbreiding van de familie. Nikki, Mattia en puntje, puntje, puntje. Daar ligt hij. En dat ga ik zo geven aan mijn oma. En iemand moet het filmen. De reactie. Ik ben benieuwd of ze het door heeft. Goedemorgen. Ik ben zitten bij de volgende. Niet mot aan, want kijk precies bij de jurk. Ja, maar niet, die kan niet op plaats doen. Het was pas wel heel leuk bij die jurk. Ja. Leuk, meid. Kom hier. Dankjewel. Ja, ik denk het wel. Ja. Is dat zo? Nikki ook, hè? Ja? Oh, wat leuk. Ik zat al te kijken, ik stuurt al niet. Ik zit al zo. En hij zit al te kijken, snap hij? Het is inmiddels de volgende dag en gisteren was het echt super leuk. Om het te vertellen tegen mijn familie. De reacties waren echt
heel erg leuk. We hebben de rest van de dag nog een beetje erover gehad. En heel veel zeiden dat ze hoopten natuurlijk dat het nu een keer een meisje werd. Omdat er in onze familie alleen maar jongens komen. Dus dat was wel super leuk. Maar dat hebben jullie ook gezien. En we gaan meteen door naar het volgende leuke in de vlog. Want ik heb mijn eerste zwangerschapskleding gekocht. Mijn kleren zitten niet zo lekker meer, vooral mijn broeken niet. En ik dacht, ja, ik kan wel iedere keer erbij lopen als een gekkie met de trainingsbroek aan. Maar daar had ik geen zin meer in. Dus vandaar dat ik iets bestelde op H&M. En ik dacht, ik ga het jullie even laten zien. Even kijken, er zit een rok bij, een legging, ik weet niet wat dat is. Een t-shirt en een broek. Daar ben ik het benieuwd naar. Dit is denk ik, dit zou de rok wel zijn. Een zwarte rok, een zwarte legging, een t-shirt en een broek. En hier ben ik het benieuwd naar. Laten we deze als eerste aantrekken. Ik zou maar gewoon algemene kennis op gaan doen. Ja, kijk, zo lachen. Ongemakkelijk, maar dat is wel je taak, hè? Oké, hallo jongens. Nicky zat even te zeggen dat ik dingen moet weten hoe hij zijn dingen schoon moet maken. Nee. Wat dan? Je moet gewoon alles weten. Ik moet alles weten. Want hij hoort bang is allemaal te weten. De broek. Hij zit super lekker. Ik wil hem eigenlijk aanhouden. Dus dat is wel fijn. Ik vind het echt een hele mooie broek. Hij was ook wel €40. Volgens mij. Maar ik ga hem wel houden, want hij is goed gekeurd. Kijk, nu zit er nog helemaal geen buik in natuurlijk. Maar dat kan wel, ja, ik kan dit niet tot het eind van mijn zwangerschap aan. Denk ik. Ik denk dat hij dan te strak zit. Of misschien ook niet. Misschien is het wel lekker zo'n band eromheen, ik weet het niet. In ieder geval is dit een hele lekkere broek. Het zijn wel nepzakken. Achterin niet. Ja. Goed gekeurd. Volgende. Voor een groot shirt. Ja, wat dacht je dan? Ja, weet ik niet. Ja, er moet een buik onder, dus het kan niet heel klein zijn natuurlijk. Hè? Ja. Wat vind je van het shirt? Staat het me, deze groot kleur? Maar staat deze kleur me? Ja. Ziet er volwassen uit. Volwassen? Ja. En dan haal ik altijd van die gamingkleding aan, een beetje van dat meisjeskleding. Ja, dit is volwassen. Ik word mama, hè? Ja, nou ja. Oké, dus die houden we ook. Dan doe ik nu een rok hieronder. Dit is de rok. Die is nog een beetje groot, dacht ik ook wel. Maar dat is ook wel lekker. Kijk, Nick, ik heb ook een keer een langere rok. Dat is ook heel apart, ja. Maar als je net niet wil. Nee, maar kijk, ik vind het leuk. Dus dan doe ik zo'n rok en dan een crop top erop. Want ik heb heel veel crop tops. En dan zie je zo die buik eronder uit. Dat is toch leuk? Superleuk. Vind je hem leuk of vind je hem saai, deze rok? Leuk. Oké, nou houden we deze ook. Maar hij is dus nu nog wel te groot. Maar het is wel fijn om dat er gewoon al in huis te hebben. Dit laatste is een legging. Kan ik niet aan zonder iets eroverheen. Maar die zit ook lekker. Ook nog ruimte voor groei hier. Dus rustig meid. Maar dit zit ook wel lekker. Kijk, dan kun je dan... Vooral in huis is zo'n legging lekker, denk ik. Maar als ik dan een keer een jurkje aan wil en geen panty, dan kan ik mooi deze legging aan. Dus ik ga alles houden. Volgens mij moest ik in totaal €75 betalen voor deze 4 items. Super chill. En de broek vind ik nu al heel chill zitten. Dus die trek ik nu gewoon aan en ga ik de rest van de dag aanhouden. Dus mini shoplogje zit erop. Zeer tevreden met de H&M positiekleding. Tot nu toe, hè. Ik ben nog niet zo super zwanger. 10 weken pas. Om deze week even af te sluiten, laat ik weer even zien hoe groot de baby nu is. Dit is de werkelijke grootte. 7 gram. Zoveel inch. Geen idee hoeveel dat is in het Nederlands. Wat staat erbij? De vingernageltjes. Als zijn of haar minivingertjes zou kunnen aanraken, zou je voelen dat de miscuïne... minuscule vingernageltjes zich te beginnen te vormen. De placenta. Deze week begint er bloed tussen je baarmoeder en de voeten te stromen en begint de placenta te werken. Vitale organen. Het risico op aangeboren afwijkingen wordt kleiner nu de vitale organen volledig gevormd zijn. Oh, was dat alles?
Ja, dan komen we weer bij die vingernagels. Dus zo ziet de baby er nu uit. Dit is de werkelijke grootte. Echt nog mini eigenlijk. Maar goed, even nog in fruitvorm. We waren bij Snoep. Dit is dus een gelukskoekje. Een vijg. Of een libel. Ja, dat vind ik een beetje vies. Maar goed, zo groot is de baby nu. En ja, dit was ook de vlog. Dus ik zou zeggen, tot volgende week bij week 11.